Goedemorgen dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Mark en dit zijn de poesjes. En dit is Jerry. Hallo Jerry. En dit is Tommy. Hallo. En we zijn, ik ben net wakker. Ik heb net geslapen. Diep geslapen ook. Lang geslapen ook wel even nodig. En we gaan even koffie drinken. Ik wil ontbijten, even douchen. En dan gaan we wat dingen in huis doen. En ja. Misschien even met de poesjes spelen. Even kijken wat we gaan doen vandaag. Maar ik neem je natuurlijk mee. Dus eens even koffie drinken. Even genieten van mijn koffie. Even kijken. Dat smaakt prima. Nog niet poes. Wil jij nog wat zeggen? Een kus voor de camera. Oh, dat is lief. Nou, hoop dat het mooi op staat. Ik ben lekker even gedoucht. Even koffie gedronken net, hè. Even de tv gekeken. Maar nu is het even actie. We gaan even wat huishouden doen. Het is best wel een bende hier. En dus is het tijd een beetje op te ruimen. Even de kattenbak even doen. Even de was doen. Even stofzuigen en even dweilen. Even tafel schoonmaken. Dus dat gaan we nu even doen. En dat nemen jullie mee. En we gaan even gewoon beginnen met de kattenbak. Daar staat er eentje en daar staat er eentje. Dus die gaan we even legen. Dus 1, 2. Nou, allebei hebben een schone bak. En we gaan nu even de stofzuigen. Dus let's go. Zo, klaar met stofzuigen. En dan gaan we even dweilen. Even de tafel schoonmaken. En dan zijn we wel weer een beetje klaar voor vandaag. De was is aangezet. Dus moet dat toch even opgehangen worden als het klaar is. Dus dat gaan we straks ook even doen. En dan gaan we meteen denk ik even naar de computerkamer. En dan gaan we daar even gamen. Zo. Klaar met het schoonmaken. Nog even de tafel schoonmaken moet ik nog doen. Gaan we even wachten tot de vloer even droog is. En dan gaan we hier even zitten. Trendje kijken. Even een sigaretje roken. Dat gaan we nu doen. We zijn nu nog wat maar hoe zie ik. Ik zit nog een beetje aan het drogen van de douche. Ik ben het droog. Misschien ook als jongen, hè? Maar ik zal zo even wat dingen vertellen. Doe ik even in de computerkamer. Even mijn stalletje zoeken en dan gaan we even praten. En even een doekje over de tafel doen. Die is nog een beetje vies. En dan zijn we voor nu even klaar. Morgen weer een nieuwe dag. Hij zit op de standaard. Dat is nog wat beter. Voor we naar de studio gaan, heb ik hier nog wat dingetjes voor wierook. Die gaan we even aansteken. Dan gaat het huis weer een beetje lekker van ruiken. Dus die gaan aansteken. Die heb ik toen gekocht toen we nog bij de Efteling waren. Die hebben ze een pakket gekocht met allerlei wierook. Dus wel lekker. Dus die gaan we even hier aansteken. Dan gaan we huis weer een beetje lekker van ruiken. Zo, even aansteken pakken. Heb ik die in mijn zak? Ja, die heb ik toevallig in mijn zak. En dan steek je hem zo aan, hè. En even wachten. Dat hij een beetje goed brandt. En dan gaan we blazen. Nou, dat lekker ruiken zo meteen. Kijk, telefoon. Die heb ik nodig voor het editen zo meteen. Ik moet nog de vlog van gisteren even editen. Ik ga het even zo meteen doen. Maar we nemen hem wel mee. Dan kunnen we vast de beelden erover zetten naar de computer. Nou. Welkom in mijn computerkamer. Even de poesjes naar buiten, anders gaan ze de beelden verpesten. Ik wil de momenten.
Zo, dan zitten we in mijn computer ook. En je ziet mijn computerscherm, twee schermen en een computer. En ja, hier zit ik dan om te game tegenwoordig. Ik ga jullie even mooi plekje geven. Zo, mensen, daar ben ik dan. Vandaag is het denk ik een paar weken geleden dat ik in de ziektebed zit. Ik een maand nu ongeveer. Omdat ik last heb van een tik dat ik in mijn gezicht kreeg. En ik zal het even voordoen hoe dat ging. Ik was aan het werken en in één keer kreeg ik tussen het werken door kreeg ik een tik. Dus dit is dat weer. Ik zal het nu even voordoen hoe dat deed nog weer. En dat was een reden om mij naar de dokter te gaan. Om te kijken wat er aan de hand is. Dus het is een combinatie van een gedeelte van vermoeidheid, stress en angst. In juni had ik een etentje met mijn opa en oma. En daar kreeg ik een paniekaanval. Omdat het daar te druk was, te veel herrie en ja, een beetje chaos. Dus ik sla in paniek. En dus mijn lichaam zegt eventjes stop. Even niet verder. Dus ik zit nu even in de ziektewet. Ik zit nu enkel een maand in de ziektewet. En ik zit dan niet echt lekker in mijn vel. En mijn leven is niet altijd leuk. En helaas is ook wel minder dingen gebeurd in mijn leven. Daar wil ik het niet over hebben. Maar dat wil ik gewoon afsluiten. Het is tijd voor mezelf. En kijken wie ik ben. Waar ik pas. Ik heb nu ook een psycholoog waar ik mee praat, één keer in de week. En ik heb nu ook WMO-begeleiding in huis, één keer in de week. Die me helpt met dingetjes die ik, waar ik vragen mee heb. Of die helpen zij ermee of een praatje doen, hoe het nu gaat. En dat is heel fijn. Met iemand die best wel moeite heeft met sommige dingen. En ik heb altijd in mijn hoofd gezeten met ik wil het zelf kunnen, ik wil het zelf doen, dus met huishouding, met mijn geld en alle dingen, met mijn problemen en mijn onzekerheden wil ik het allemaal zelf kunnen oplossen, maar dat ging helaas niet, dus dat was de reden om een schakelpunt te hebben, dus om hulp te vragen. Dus nu loop ik bij een psycholoog, ik heb een WMO, ik heb mijn opa en oma die me helpt met mijn financieel. Dus een soort, die gaan mijn geld beheren. Ik leef geld met 100 euro per week. En daar moet ik het mee doen. Dus moet ik een beetje zelf straks weer leren hoe ik het zelf kan doen. Dus dat, hun helpen er mij bij. Dus daar hebben we al geleerd om schakelpunt van hulp te vragen aan mensen die om me geven. Omdat ik het niet zelf kan. Dus dat is even een kort verhaal. En ja, de paniekaanvallen waren ook niet heel fijn. Dus meer gewoon een beetje dat je naar hoog en dan ontplof je. En dat is echt niet fijn. En daar word je ook een beetje angstig om naar buiten te gaan waar je kan of niet. Ik was ook met de jongens laatst in de Efteling. En daar voelde ik me heel veel prikkels en daar niet echt geniet van de Efteling. Waardoor ik ook niet verder kon met de Efteling, dus ik moest korttijdig naar huis. Om rust te pakken. En ja, nu heb ik antidepressieve pillen die me helpen me rustig te houden. En hopelijk zo meteen weer een beetje goed te voelen. En ik ben nu ook aan het lezen aan de angst en paniekaanvallen overwinnen. Ik ben benieuwd of er daar wat technieken in staan waar ik wat in heb. En waarom is de reden waarom ik met de vlog weer ben begonnen? Mijn huisarts en psycholoog heb gezegd, ik mag nou even niet werken. Dat is even de reden dat ik niet mag werken. En de reden dat ik ook doordat ik niet alleen thuis moet zitten om maar ziek te zijn, maar ook afleiding te zoeken zodat ik weer op kan knappen.
De eerste keer dat ik begon met vloggen, zat ik eigenlijk ook in een dip. Het was een beetje dezelfde reden dan nu. Dat ik maar niet goed in mijn vel zat. Ik voel me niet welkom in deze wereld. Je kunt wel noemen wat dat is. En dat was toen ik begon bij een psycholoog nu ook. Dat is vervelend dat je zo niet voelt in deze wereld. Ik ben iemand die heel gevoelig is en wat stillig is. En ik heb een laag standperking, dus ik heb niet zo goed een werkgeheugen. Er zit een beetje randjes aan wat autisme betreft. Daar heb ik toen onderzoeken naar gedaan. Maar beschouw dat niet dat het in de werkelijkheid met autisme ben geboren, maar wel symptomen ervan heb. Dus dat is soms lastig, ook met hooggevoeligheid. De push zit miauw achter de deur, dat ze naar binnen willen. Die ga ik zo meteen naar binnen. Oh, nu dus. Push en binnen. En dat is voor de reden dat ik ook wel thuis ben. En af en toe wat leuke dingen doe. Gisteren zijn we naar het strand geweest met Twan en Fatma. Dat was super gezellig. De reden omdat ik begonnen ben met vloggen. Is de eerste keer dat ik niet lekker goed in mijn vel zat. Was ik ook begonnen met vloggen. En dat was een schakelpunt voor mij om weer een doel te hebben. Wat ik leuk vind. Ik vond het vloggen altijd heel leuk. Dat is ook de reden dat ik nu weer ben beginnen met vloggen. Omdat ik nog niet echt heel goed in mijn vel zit en nog niet echt mezelf ben. Maar ik ben heel bezig om mijzelf weer te zoeken. Dat ik me weer lekker voel, dat ik straks weer kan werken. Dat wil ik heel graag en ik wil gewoon weer goed voelen. En ik wil gewoon weer gaan vloggen. Dus nu en dan. Ik probeer nu elke dag een beetje te vloggen. Soms met een vlog, soms met een game. Gewoon dingen te zoeken wat mij rustig maakt, wat ik leuke afleiding, niet te druk, want dat kan ik niet zo goed tegen op het moment. Dus een beetje zoeken wat ik wel kan en wat ik niet kan. Ik vind nog steeds treinen heel leuk. Ik vind wel soms wel nog een probleem tegenwoordig om zelf dingen te ondernemen, omdat ik dat minder leuk vind dan met iemand erbij. Soms kan Twan mee of soms Rafael. Laura, Fatma en mijn ouders en mijn opa en oma die heel goed voor me zorgen allemaal. Waar ik super blij mee ben, want zonder hun stond ik hier niet meer, denk ik. En ja, zo gaan we het doen. Dus ik hoop dat jullie het waarderen en ik hoop dat jullie dit leuk vinden om te kijken. Misschien herkennen jullie dit zelf ook. Ik hoop dat ik eventueel je ook wel even wel tips uit kan halen wat ik gedaan heb en wat voor mij werkt. Ik hoop gewoon dat ik heel snel gewoon weer beter word en gewoon ook weer leuke vlogs kan maken. Ik hoop straks ook weer op vakantie te kunnen en of een autootje te kopen. Dus dat is wel even een doel voor mij. Ik wil weer een autootje kopen en dan weer de kantoor en dat vind ik ook heel leuk. Dus dat is het verhaal. Ik hoop jullie dat je wel mee hebt. En ik hoop dat je iets ook van begrijpen. En die tijden dat ik even weg was, had ik niet echt veel zin om te vloggen. Was gewoon druk met werk. Dus vandaar. Nou, ik ga nog even gamen. Ik zie je zo meteen na het gamen weer. Doei! Zo mensen, zo is het weer lekker avond geworden. Lekker game. Nog wel een game video opgenomen. Fortnite video komt als het is morgen online. Als je dit kijkt, het is vandaag zondag, maar deze vlog is op dinsdag geüpload. En woensdag is dan een game video en dan donderdag weer een vlog. Dus ik hoop dat je het leuk vindt, zo'n beetje afwisseling. En ik ga zo meteen lekker slapen. Ik ga even een serie kijken en dan is het weer goodbye. Dus even de poesjes, goed nog gaat met poesjes. Om te liggen dat ik hier te chillen, hè? Ja. En Jerry. Hallo Jerry. Zeg maar daar. Een kusje. Ja, die geven ook even een nachtzoen aan jullie. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Heb je genoten van Donald met duimpje omhoog. Heb je vrede hier te abonneren als je nieuw bent. En dan zie ik je morgen weer bij een gloednieuwe vlog. Later.
Thank you.